Ik ben Mark Goossens en wij hebben al drie generaties een botsexploitatiebedrijf in Westerlo. En wij kopen dus bomen van de overheid en van particulieren. Die worden geveld, die brengen we aan de weg, die worden plaatselijk een beetje verzaagd, gesorteerd en dan brengen we die naar de klanten. Dat zijn hoofdzakelijk zagerijen, industrie of particulieren voor brandhout. Ik ben Raya Wouters van NOWO. We zijn in 2013 mee gestart om bomen te verzamelen. En we is mijn man en ik. Mijn man was boomverzorger en ik was ontwerper. Dus ik had hout nodig om mijn objecten uit te maken. En hij kwam op een dag thuis naar huis met een hele grote boom. En ik vroeg aan hem, wat wordt ermee gedaan? Ja, er wordt brandhout van gemaakt. En vanaf die dag zijn we daarmee begonnen om die bij te houden. Wij bieden een dienst aan, zowel aan de eigenaars van de bomen als denk ik, aan het cliënteel, aan de maatschappij. In het opzicht dat de bomen die wij vellen, daarvoor is steeds een kapvergunning. Dus er is een reden om die te kappen en die is dus goedgekeurd van overheidswegen. En wij proberen dan alles het zo goed mogelijk te doen voor iedereen en ook zorgen dat er nog een iets komt na die bomen. Het heropplanten doen we zelf niet, maar we zorgen ervoor dat het klaar is om te herbeplanten. En we zorgen dus dat er met het hout iets nuttigs gedaan wordt. Dat dus voor de bouwsector of voor de maatschappij in het algemeen. De kernwaarde van NOWO, of hetgeen wat ons of mij drijft, zijn eigenlijk puur aan zich de bomen. Als ik een exemplaar binnenkrijg, dan dat zijn eigenlijk bomen die afkomstig zijn uit particuliere tuinen of uit grotere parken. Maar die zijn niet geplant voor de industrie of commercieel met een doel als, om te renderen, zal ik maar zeggen. Dus dat zijn exemplaren die heel natuurlijk gegroeid zijn met noesten, met vervormingen, met heel dikwijls schimmels aanwezig in die boom of aanwezig geweest. En dat heeft zijn effect dan in het hout zelf. Dus dat zit zo vol karakter dat ik net dat gewoon wil uitspelen. En dat mijn intentie ook is om te laten zien dat je door heel weinig ingrepen gewoon iets heel puur, iets heel abstract kunt maken wat op zich al mooi is gewoon om naar te kijken zonder dat je daar een functie of zo moet aan kunnen linken. Dus dat de schoonheid van het materiaal laten zien. Eigenlijk is mijn intentie om iets op te zetten, een soort systeem of een organisatie om vraag en aanbod met elkaar samen te brengen. Ik weet van nu bijvoorbeeld dat er bomen geweigerd worden omdat die in diameter wel groot zijn, maar een blikseminslag in geweest, dus is vol met barsten. Dus dat zijn eigenlijk bomen die dan niet verkocht worden als grondstof. Maar ik, als, ja, voor... als eerste keuze dus. Ja. Er zijn heel wat bomen, vooral oudere bomen. Als u zegt dat uw man daar ook die bomen velt, meestal zijn dat bomen die in parken staan of in tuinen. Die zijn dikwijls die groeien, die zijn misschien wel verzorgd, maar die zijn niet gekweekt om iets commercieels uit te krijgen. Ja, ja. Dan heeft men vaak daar, als men die dan velt, dan zit men daar met een boom met een niet-commerciële toepassing. Of niet direct de traditionele commerciële toepassingen, zijn dus een zagerij. En dan moet men daar iets voor vinden. Het is net eigenlijk daar waar ik wil op inpikken. Want dat gaat niet makkelijk zijn. Nee. Eigenlijk zou men een soort forum moeten maken. Ja. Een marktplaats. Ja. Ja. Waar men niet-commerciële bomen aanbiedt. Ja. Voor, ik zou zeggen, alternatieve toepassingen. Maar minder voor de hand liggende toepassingen. Daarover gaat het tekeningetje dus ook. We dachten dus effectief aan een soort platform waar dus mensen, aanbieders van hout, worden samengebracht met vragers van hout. Ja. Zijn uit alle sectoren, bosexploitanten, boomverzorgers of tuinaannemers. Ja. Die lijst is nog langer dan die drie die je opgenoemd hebt. Of aan de andere kant heb je dan, wat je net zei, architecten, mensen die op zoek zijn naar hout, want ik weet omdat we in de sector zitten, dat er echt vraag naar is. Er is misschien een grotere markt dan men denkt. Ja. Omdat de vragers vinden de aanbieders niet en de aanbieders vinden de vragers. Ja, nee, en dus ik dus net die... Maar dan gaat me wel... Dat is niet voor de hand liggen. Nee, dat is een hele puzzel. Ik ben al blij als ik...
alle partners in kaart kan brengen en dat al duidelijk voor mij heb in december. Maar ik weet echt dat dat is eigenlijk al een idee, dat zit al 6, 7 jaar in ons hoofd.